zijn nu aangekomen bij het laatste onderdeel, waarbij het paard nogmaals op exterieur en beweging beoordeeld wordt in de bak. Het paard wordt netjes voorgesteld voor de jury. De jury heeft zijn eigen beoordelingslijst, waarmee het paard in het geheel beoordeeld wordt. Van hoofd naar hals, de schouders, de rug, het kruis, de benen. Alles wordt meegenomen. Zorg dat je paard goed kan stilstaan. Het kan ook zijn dat de jury even rondom je paard loopt, om je paard goed van alle kanten te zien. Zorg ervoor dat je paard met de manen naar de andere kant van de jury staat, zodat de jury de hals goed kan zien. Zorg ervoor dat je niet voor het hoofd staat, dat ook het hoofd goed te zien is. Als je een seintje krijgt van de jury, mag je gaan stappen. Stappen gaat weer in een rechte lijn van de jury af. Hier wordt weer gekeken naar de correctheid en de ruimte in de beweging. Lopen we in een rechte lijn naar de jury toe. Van daaruit mag je gelijk doorgaan naar de draf. De draf gaat in een driehoeksvorm. Zorg dat je paard mooi ruim voorwaarts meebeweegt. Niet overjaagd, maar in een natuurlijke balans weer richting de jury. Als het paard zich nog niet goed genoeg heeft getoond, mag je eventueel nog een tweede ronde doen. Let ook altijd op de aanwijzingen van de jury. Vervolgens stel je je paard nog een keertje op. De jury zal de laatste punten nog invullen. Als je een seintje krijgt dat het klaar is, mag je de baan weer verlaten.